Deze sessie heet De kans van het werven van nieuwe doelgroepen vrijwilligers. En dat is ook precies het uitgangspunt van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Misschien ben je met jouw organisatie daar al actief in geweest, misschien ook nog niet. Maar we nemen je in elk geval vandaag gezellig mee in een aantal stappen die we daarin gaan zetten. En wat jij er eventueel lokaal mee zou kunnen doen. En wat jullie er misschien al mee aan het doen zijn, dat is alleen nog maar veel leuker om te horen. Sanne, wil jij naar de volgende dia gaan? Yes. We hebben een kort programmaatje. Nou, je hebt onze namen misschien al gehoord of gezien in het scherm. Ik ben Yvonne Snelders. Ik ben als communicatieadviseur en campagneleider voor het Nationaal Jaar gekoppeld aan Mensen Maken Nederland. Dat is de campagnenaam en nou ja, dat gaat heel erg over het verbinden van mensen. Dingen die alle vrijwilligersorganisaties dagelijks in de praktijk doen. Maar hoe mooi zou het zijn als we daar meer mensen bij zouden kunnen betrekken. En ik doe deze presentatie samen met Sanne. Ja, ik ben Sanne. Ik studeer communicatie in Nijmegen. En ik mag stage lopen bij het NOV. En daarbij mag ik ook meewerken aan Mensen Maken Nederland. En Sanne gaat jullie in elk geval wat meer meenemen in de activiteiten die we aan het doen zijn. Als we naar het programma even een rondje voorstellen. We gaan dus het thema even kort toelichten. Misschien herhaal ik dingen. Dan, sorry daarvoor, misschien is het een enorme verheldering. Maar daar komen we samen wel uit. We gaan wat meer in op de campagne. Goedemiddag Erik. Fijn dat je erbij aanhaakt. Sorry dat ik te laat ben. Geeft helemaal niks. Zou ik jou mogen vragen of jij voor dit deel van deze bijeenkomst even je microfoon en je camera uit wil zetten? Want we nemen hem op en dan ben je niet de hele tijd in beeld. Top! Campagne week 4 en de week van het vragen, daar gaat Sanne ons in meenemen. Dan ook nog de praktische tools die daarvoor beschikbaar zijn. En daarna hoor ik heel graag welke leuke dingen jullie misschien lokaal aan het doen zijn en hoe we daar eventueel bij kunnen helpen. De volgende dia. Mooi zijn. Mensen Maken Nederland. Nou, ik vertelde het net al even. Dat is het overkoepelende jaar. Voor de mensen die het niet weten. In 2018 hebben we als leden van NOV. En misschien nog wel breder. Het initiatief opgevat om in 2021. Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet te gaan organiseren. Nou, dat hadden we voor ons gezien natuurlijk als een fantastisch event waarin heel veel mensen elkaar zouden ontmoeten. Niet wetend dat corona om de hoek kwam kijken. Maar we hebben er nooit spijt van gehad dat we eigenlijk in 2021 hier heel actief mee aan de slag zijn gegaan. Omdat misschien nog wel meer dan ooit bleek hoe belangrijk die verbondenheid tussen mensen is. En hoe we elkaar kunnen helpen met een kleine activiteit of met een grotere activiteit. Nou, dan hebben we al meteen een haakje naar de campagne week 4. Wat doe jij vandaag voor een ander? Hoe groot of hoe klein? Je kan een verschil maken. Al die mensen maken Nederland mooier. Maken Nederland enthousiaster, cultureler, diverser, gezelliger, zorgzamer. Nou, je kan het zelf allemaal bedenken wat de waarde is van jouw organisatie. Hoe kan je daar nog wat extra aan gaan toevoegen? En in de afgelopen jaren is het aantal vrijwilligers in Nederland behoorlijk stabiel gebleven. Maar het aantal vraagstukken is eigenlijk enorm toegenomen. Dus als we met elkaar de schouders eronder willen blijven zetten en dat verschil willen maken, dan zullen we ook anders moeten gaan kijken naar wie kunnen we nog meer uitnodigen om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Dus het thema van Mensen Maken Nederland is nieuwe gezichten. Hoe kunnen we nieuwe mensen uitnodigen? En een nieuwe gezicht is heel breed. Dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen ouderen zijn, dat kunnen mensen zijn met verschillende culturele achtergronden. Of je nu uit Twente komt of uit Turkije, dat kan een nieuw gezicht zijn. Dus hoe kunnen we elkaar gaan uitnodigen om daar wat meer mee te doen? Dat is ook de symboliek die in de vormgeving zit. Als je ziet in het plaatje, in de balk die in het midden staat. Daar zie je een silhouet van een gezicht. En als je door dat gezicht heen kijkt, zie je ook weer mensen. Dus de verschillende kanten van het vrijwilligerswerk. Dan gaan we even naar de volgende stap. Ja. Volgende dia. Nou, de aankomende. Oh, Sander, ik pak hem nog heel even ja, hoor, over. Tuurlijk. In de breedte van het jaar hebben wij een viertal campagneweken opgezet. Dat zijn momenten in het jaar geweest waarin we vanuit landelijke organisatie. Goedemiddag Nancy, ik zie dat je binnenkomt.
Welkom. We hebben voor dit deel van de presentatie nog even de camera's uitgezet, omdat die wordt opgenomen. Dus als jij hem ook zou willen uitzetten, dan is dat voor jou zelf ook fijn. Dank je. Op 4 momenten in het jaar extra aandacht te vragen. We hebben dat in januari gedaan. Omdat dat een logisch moment is om na te denken over vrijwilligerswerk. Een stukje bezinning na de kerstvakantie. We hebben dat in juni gedaan, gekoppeld aan de uitreiking van de Nationale Vrijwilligersprijzen. En toen hebben we ook heel erg ingestoken op waar zit nou jouw vrijwilligerskracht. We hebben in september eigenlijk een volgende stap gezet, omdat we toen weer wat meer naar buiten konden met de vrijwilligersproeverij. Ook weer zo'n natuurlijk moment waarin je hebt nagedacht over vrijwilligerswerk. In de zomer misschien een stukje over zingeving aan je leven na te denken. En we haken nu met een 4e campagneweek aan rondom Nationale Vrijwilligersdag. En Sanne gaat wat meer vertellen over de inhoud van de campagne. Ja, zoals Yvonne ook al heeft gezegd. De boodschap is eigenlijk: wat doe jij vandaag voor een ander? En we willen in deze week, dus ook met de Nationale Vrijwilligersdag, bestaande vrijwilligers al bedanken, maar ook nieuwe uitnodigen. We zien natuurlijk ook rond Nationale Vrijwilligersdag zijn er veel lokale activiteiten. Die willen wij ook de ruimte geven, willen wij niet bij in de weg zitten. Dus wij gaan meer ondersteunend, maar ook landelijk te werk. Dus wat houdt dat nou eigenlijk in? Mensen Maken Nederland gaat inzetten op een sociale media banner en radiocampagne. De sociale media en banner campagne, dat zijn eigenlijk afbeeldingen waar iemand op kan klikken. En zodra ze daar op klikken, komen ze eigenlijk bij een lijst van vrijwilligersorganisaties en centrales bij hen in de regio. De radiocampagne die heeft ook zoiets, alleen dan is het natuurlijk audio, dus dan zegt het Mensen Maken Nederland .nu. Nu is dat op maat te maken en dat bieden wij ook aan. De radiocampagne, daar kan de link van je organisatie, dat kan erin worden gezet. En bij de sociale media en bannercampagne, die afbeelding, die zetten wij beschikbaar. En die kan jouw organisatie bijvoorbeeld zelf inzetten op je eigen sociale media campagne of je eigen bannercampagne. En dan zet jij gewoon jouw link daaronder. Verder hebben we ook nog aanzichtkaarten. Dit is de aanzichtkaart en hij is eigenlijk ook voor de feestdagen inzetbaar. Het kan voor de Nationale Vrijwilligersdag. En komt ook beschikbaar op de plaatjesmaker. Daarbij kan je de kleur en het logo ook vervangen. Maar je kan er ook tekst toevoegen. Dus bijvoorbeeld zeggen: Maurits, je hebt het echt super top gedaan. Of bijvoorbeeld, jij bent echt een cadeautje. Dan wordt het wel alleen een plaatje op de computer. En dus geen ook echte aanzichtkaart. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Yvonne? Ja. Ik denk dat het wel leuk is om te melden die bannercampagne waar we het over hebben. We hebben ook heel erg gekeken waar vinden we, waar zijn nieuwe doelgroepen te vinden. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk heel breed, omdat we ons heel breed oriënteren. Daarom hebben we een afspraak met DPG Media. Dat wij op alle digitale regionale kranten zichtbaar zijn. En die zijn met name de AD-kranten. Maar dat is ook bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad, de Tubantia, Brabants Dagblad. De Dordrechter, die zijn daar allemaal bij. Welkom Marjon, fijn dat je bent aangehaakt. Zou jij voor dit deel misschien nog heel eventjes je camera en je microfoon willen uitzetten? Dan gaan we strakjes met elkaar in gesprek. Super. Dus dat is de ene kant van de campagne. Daarmee kan je dus ook, die banners worden ook beschikbaar gesteld. En die kan je bijvoorbeeld naar je lokale krant sturen en met een linkje eraan koppelen naar jouw organisatie. Dus dat is een hele mooie manier. Dus die banners die zijn nu in ontwikkeling en komen op de website beschikbaar. We ondersteunen dat extra, diezelfde boodschap dus met radio. En dat zal van radio 1 tot radio 5 zijn. Dus daar zal je onze campagne ook kunnen horen. Dus dat is even de twee aanvullingen erop. De aanzichtkaarten, dat is ook wel goed om te weten. Die zijn in het afgelopen jaar, hebben we bij alle campagneweken aanzichtkaarten aangeboden. En die zijn gratis te bestellen. Dus daar zijn geen kosten aan verbonden. En dan krijg je een set van 100 aanzichtkaarten toegestuurd. Dus dat is ook leuk. Dan hebben we ook nog de Week van het Vragen die nog plaats gaat vinden. Dat is van 17 tot en met 23 januari.
eigenlijk, dat hebben jullie misschien waarschijnlijk ook zelf gemerkt, het is makkelijker om naar iets toe te gaan wanneer iemand je ook echt meevraagt. En zo werkt het eigenlijk ook bij vrijwilligerswerk. En zodra je daar ook echt aan het werk gaat, dan blijf je veel vaker eigenlijk terugkomen. Je blijft er hangen. En dat is dus eigenlijk wat we ook willen hebben in de week van het vragen. We willen graag dat vrijwilligers, mensen die ze kennen, meevragen naar vrijwilligerswerk, zodat ze er echt kennis mee kunnen maken. En dan niet per se beste vrienden of moeders en vaders, maar toch nog een stapje verder. Bijvoorbeeld de buurvrouw waar je af en toe boodschappen mee gaat doen, of de moeder van de beste vriend van je kind bijvoorbeeld. Om echt mee te gaan naar vrijwilligerswerk, om het ook te ervaren, waardoor eigenlijk veel meer mensen bij vrijwilligerswerk blijven zitten. De vorige keer dat we dit hebben gedaan, kon dat niet echt heel goed in het echt meevragen door corona. Daar zijn uiteindelijk deze kaarten uitgekomen. Dit jaar hopen we dat het wel allemaal mogelijk is. Maar er komen weer nieuwe maatregelen aan. Dus dat moeten we nog even zien. Of dat allemaal lukt. Heb jij er nog iets over te zeggen verder? Nee, dat is volgens mij, dat is waar we het grote verschil met vorig jaar. Dat in januari, het is ook het idee dat dit een terugkerende activiteit kan zijn, de week van het vragen. Die ondersteunen we ook weer met landelijke media, dus dat meer mensen ervan gehoord hebben. Maar komt het beter uit met jouw organisatie om het een week eerder of later te doen? Of hebben jullie een activiteit die jullie altijd in maart doen, omdat dat het start van jullie buitenseizoen is bijvoorbeeld? Dan zijn deze materialen, is zo'n week van het vragen of het concept dat erachter zit, is ook heel prima op dat moment in te zetten. En ook hier geldt weer voor dat we afbeeldingen hebben die weer op maat te maken zijn. En wat ik zelf altijd wel heel leuk vind, we starten op 17 januari. Dat is Blue Monday. En de gedachte erachter is, Blue Monday wordt gezien als de somberste dag van het jaar. Maar juist iets doen voor een ander, daar word je heel erg vrolijk van. Dus zet het vooral om in vrijwilligerswerk, die Blue Monday. Dus die gedachte zit daarachter. Dus hoe kunnen we meer mensen, maar net een vijver, eigenlijk je vijver iets vergroten in wie laat je kennis maken met vrijwilligerswerk. En mocht dat fysiek beperkend zijn vanwege coronamaatregelen, dan is dit ook heel erg een tool om met mensen in gesprek te gaan over vrijwilligerswerk. Dus hij is zowel echt in letterlijk live contact in te zetten, als een social media of een online variant. Ja, zeker. En dan de tools die allemaal nog beschikbaar zijn. Op Mensen Maken Nederland. Nu zijn alle toolkits van alle campagnes nog steeds allemaal beschikbaar. Aanzichtkaarten zijn ook nog te bestellen. Radiospot is ook aan te vragen natuurlijk. Voor alle plaatjes die je voor je campagne wil gebruiken, die kan je personaliseren op de plaatjesmaker. Dat staat daar ook nog allemaal. De vrijwilligerskrachttest, misschien leuk om met je vrijwilligers te doen. Misschien leuk om met nieuwe mensen te doen of een keertje rond te sturen. Die is ook nog beschikbaar en dat staat eigenlijk allemaal op Mensen Maken Nederland. En het gaat er een lange tijd niet af. Dus nee. Maak er gebruik van als je het wil. Ja. Klopt, alle tools, die gedachte is ook, je bent misschien dit jaar nog niet aan toegekomen om uitgebreid met dit jaar mee te doen. Maar alle tools zijn ook zeker volgend jaar nog 100% beschikbaar. Dus dat is ook fijn om te weten. Zeker. En dan zijn wij eigenlijk een beetje rond met ons deel van de vragen. Dus dan gaan wij de opname in elk geval stoppen. En dan is het leuk als jullie eventueel camera's weer aan willen zetten. En dan kunnen we met elkaar daar even verder over praten.